Hoi, leuk, kijk naar weer een nieuwe video. En in deze video ga ik mijn dag door jullie laten bepalen via Instagram polls. Dit was echt een trend van 3 jaar geleden of iets. Toen heb ik deze video ook al een keer opgenomen. Toen was ik al een beetje begonnen met YouTube. Toen deed ik het nog niet heel erg serieus. Maar vond ik het wel leuk om met deze trend mee te doen. Ik vind het echt heel erg grappig om het nu weer nog een keer te doen. Toen ging ik ook naar de stad en allemaal een beetje leuke dingen kopen. En kijken van, oh, waar moeten we nu heen, naar welke winkel. Maar het is natuurlijk nu een lockdown, dus dat gaat helaas niet. Daarom had ik ook gevraagd op Instagram of ik moest wachten totdat de lockdown over is. Of dat jullie juist een lockdown variant leuk zouden vinden. Nou, heel veel stemden op de lockdown variant. Dus dat vond ik ook wel leuk dat ik hem zo snel mogelijk kon opnemen. Ook had ik nog gevraagd of jullie het liever in het weekend wilden dat ik iets meer vrije tijd had. Of op een schooldag. En de meeste stemden ook voor een schooldag. Dus daarom is vandaag vrijdag. Dit betekent wel dat ik gewoon een aantal online lessen heb vandaag. En dat ik dus niet alleen maar leuke dingen kan doen, maar dat ik gewoon de ochtend eigenlijk aan school moet. Ook wil ik nog iedereen even bedanken die heeft geabonneerd op mijn kanaal. Want gisteren zijn er meer dan 40 nieuwe abonnees bijgekomen op één dag. Ja, ik vind het echt heel erg veel en ook heel erg leuk. Dus allemaal bedankt. En stel dus de eerste video die je van me kijkt. Hallo, ik ben Annemijn. En ik vind YouTube video's maken heel erg leuk. Dus dat is wat ik doe. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je wilt abonneren als je mijn video's leuk vindt om te kijken natuurlijk. Voor de rest heb ik gisteravond al wat polls op Instagram geplaatst waar jullie allemaal op konden stemmen. Mijn Instagram waarop ik dit doe is anne.mijn.griekseit. Dit is eigenlijk mijn YouTube account. Hier deel ik gewoon veel dingen over mijn YouTube kanaal of bijvoorbeeld dingetjes voor video's. Dat doe ik allemaal daarop. Dus als je dat leuk vindt om te volgen, kun je dat zeker doen. Het linkje staat ook in de beschrijving. En zonder de intro nog langer te maken gaan we beginnen. De eerste poll die heb ik natuurlijk de dag van tevoren geplaatst. Want dat was hoe laat ik moest opstaan. En die staat hier. En dat is geworden 6 uur. Ik zal hem wel even hier in beeld zetten. Sowieso zet ik alle polluitslagen gewoon in beeld. Dus we beginnen de ochtend dat ik om 6 uur op ga staan. Goedemorgen, het is op dit moment 6 uur. Of eigenlijk is het net iets over 6. 10:30 inmiddels. Mijn wekker ging om 6 uur, want dat had ik natuurlijk gekozen. Ik heb even snel een trui getrokken, maar ik ga natuurlijk zo nog even aankleden van wat jullie hebben gekozen. Dus ik ga zo even mij helemaal klaarmaken naar jullie keuze natuurlijk. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik om 6 uur moest opstaan, want ik heb vanmiddag nog een Nederlands toets die ik moet inhalen. Want ik ben echt, wat is het? Nou, in ieder geval toen ik quarantaine zat, toen ik corona had. Toen kon ik natuurlijk niet naar school en daarvan moest ik toch eens een paar toetsen inhalen. Omdat toen de vakantie ertussen kwam en alles, dus een beetje chaos. Maar die ga ik vanmiddag inhalen, vond ik het wel fijn eigenlijk om nog vanochtend iets te kunnen leren. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat het 6 uur is geworden in plaats van 7:30. Maar ik denk dat ik gewoon maar even ga aankleden en even kijken wat de polluitslag is geworden. Er waren 4 outfits en 2 waren steeds bijna gelijk. Het was volgens mij echt... 44 om 45 of 46 steeds. Dus het kan zijn dat het weer is veranderd. Maar ik ga gewoon aankleden wat op dit moment is. Oké, het is... Ik zal sowieso even een foto in beeld doen. 47 om 49. En uiteindelijk is de outfit 4 geworden. Dus laat ik maar even gaan aankleden dan. Nou, dit is mijn outfit. Dus deze leren broek van de Stradivarius met deze Spencer en deze blouse. Allebei gewoon Shein. En dan ga ik nu even mijn make-up doen, want er was ook een poll of ik make-up op mocht of ja of nee. En de meerderheid is ja geworden. Dus laten we maar gewoon beginnen. En eigenlijk heb ik gewoon altijd een paar vaste dingetjes wat ik doe. Maar dat heb ik ook wel vaker in andere video's laten zien. Dus ik dacht, ik ga nu niet heel uitgebreid vertellen wat ik allemaal opdoe. Maar gewoon mijn... standaard make-upje, een beetje concealer, een beetje mascara en mijn wenkbrauw een beetje. Nou, mijn make-up is gedaan en dan ga ik nu mijn haar doen. En er was ook een poll of los of zeg maar zo half vast in zo'n clip of staartje. Maar het is los geworden, dus ik ga nu even mijn haar stylen. Want zoals je kan zien vind ik een beetje een gekke slag erin zitten. En dan vind ik het gewoon leuk als het helemaal stijl is, dus dat gaan we... nu even doen. En dan verdeel ik wel even mijn haar in 2 delen. Dat vind ik iets makkelijker. En dan gaan we het stylen. Gewoon met de krultang. Net als in mijn 5 uur opstaan video. En hij piept nog steeds. En dan gaan we gewoon onze haar stylen. Kijk dan. Wauw, het werkt. Nou, en toen had ik opeens stijl haar. Het ziet er wel echt heel anders uit. Ik ga nu sieraad omdoen. Ja, ik doe niet voor... alles een pol. Want dan zou ik echt 40 pols moeten hebben. Dan denk je ook gewoon
wat is er nou weer met haar aan de hand? Waarom moet ik zoveel pools invullen? Dus dat soort dingen zoals schoenen en sieraden doe ik niet. Maar echt gewoon de grote dingen van wat ik vandaag ga doen. En een beetje wat ik aan heb en hoe ik eruit zie. Dat wel. Nou, ik ben beneden. Ik ga nu ontbijten. En deze pool was echt heel erg spannend. Want het is 50-50%. Maar als je dan kijkt naar alle analytics, is de ene heeft net één persoon meer. Dus we gaan de smoothiebol maken. Ja, het was echt heel erg dichtbij. Maar ik ga niet langer wachten, want ik heb echt zo erg trek. Het is inmiddels namelijk ook al 7:30. En ik wil nu gewoon eten. En ik ga gewoon een beetje laten zien hoe ik dat doe. Nou, natuurlijk heb je een blender nodig waar je straks alles in gaat doen. Of staafmixer zou ook kunnen, maar dit is makkelijker. Dan als basis doe ik altijd banaan en een beetje melk. En dan doe ik altijd gewoon diepvriesfruit erop. Het is wel belangrijk dat het allemaal uit de vriezer komt. Want dat is hetgene waardoor de smoothie bowl zo dik is. Anders wordt het gewoon een normale smoothie. Blauwe bessen is wel echt het main ingredient. Dit geeft wel echt gewoon die hele lekkere smaak af. Dan heb ik hier ook nog volgens mij nog een half doosje kersen en nog wat aardbeien. En dat doe ik gewoon allemaal erin. Maar het verschilt af en toe ook wat we in huis hebben hoor. Soms hebben we ook zo'n zak met zomerfruit. Dat is dan al een mix. Of we hebben soms wat frambozen. Dat doe ik er ook af en toe doorheen. Gewoon een beetje wat we in huis hebben. Maar eigenlijk hebben we standaard wel blauwe bessen in huis. En die doe ik er dan ook altijd in. Want dat vind ik gewoon echt heel erg lekker. Eigenlijk doe ik gewoon alles nu een beetje in de blender. Dus ik begin even met een banaan. En dan doe ik gewoon een beetje fruit van dat fruit eroverheen. Dan een beetje melk, zodat het net iets dunner wordt en iets makkelijker blendt. Want natuurlijk als het uit de vriezer komt, is het best wel moeilijk te blenden. Oh, als je die traatjes erachter kan ik echt nooit tegen. Met bananen. Zo. Gewoon in stukjes en dan doe ik dit halve doosje kersen gewoon er doorheen. Oh, dan doe ik geen aardbeien, want dit is al best wel veel. Doe ik alleen blauwe bessen erbij. Zo. Nou, een beetje alles opgeruimd. En dan doe ik er gewoon nog een klein beetje melk bij. Niet heel veel, want anders wordt het echt heel dun. Maar gewoon beginnen met een beetje. Je kan er altijd nog wat bij doen. En de deksel erop. En dan gaan we gewoon lekker mixen. En dan loopt hij vast. Dat heb je heel vaak met bevroren fruit. Dus dan moet je even roeren. Ik zet hem trouwens op de ijsblokjesstand. Want dan pulst hij steeds zeg maar zo. Hatschakka, hatschakka. En dan gaat het makkelijker. Nou, mijn smoothie bowl is klaar. Ik heb wel heel veel. Dus misschien geef ik zo meteen nog wat aan mijn zus of zo. Maar dat doe je dan gewoon even in een kom. Hij begint aan de randjes al een beetje te smelten, maar hè, dat is logisch, want het is niet hier zo koud als in de vriezer. En dan doe ik een beetje van deze crusli luchtig op. Ik ga het even een beetje mooi maken, zo'n halve cirkel, wat je heel vaak ziet in van die aesthetic filmpjes. Ja, je zou er van alles op kunnen doen. Je kan er ook nog wat extra yoghurt op doen, wat extra fruit, maar ik vind diepvries fruit erop leggen niet zo lekker. Nog een randje erbij. Gewoon een beetje zo aan het randje leuk neerleggen. Dit ziet er toch gewoon zo lekker uit. Ja, ik vind het echt zo lekker. En natuurlijk, net als altijd als ik iets ga maken, moet ik ook even proeven. Ja, ik weet eigenlijk al hoe het smaakt, want ik maak dit best wel vaak. Maar toch even leuk. Oh, gaat soepel dit. Nou, de helft hangt onder aan de lepel. Maar ik heb even wat crusli en een hap met smoothie bowl. Smoothie, ijs, hoe noemen we dit? Smoothie bowl. Het is gewoon lekker, ja. Het is gewoon alsof je fruitijs aan het eten bent, maar dan gezond. En als ontbijt met lekker zoete crunch er doorheen. Nou, ik ben even aan het eten. Ik zat even te kijken net op mijn story wat de nieuwe stemmen waren. Maar ik zag net dat de bananenpannenkoekjes nu op dit moment opeens staan. Maar ja, dat kon ik niet weten. Ik heb het net gemaakt, dus ik ga niet nu die pannenkoekjes maken. Maar sorry. Op het moment dat ik dit ga maken, stond dat op 1. Dus jullie kunnen mij niet blamen dat ik het fout heb gedaan. Oh, wat een heerlijk weer is het lekker buiten. Allemaal regen.
ben ik blij dat ik niet naar school hoef. Want wij moeten thuis blijven. Dus ik ga zo lekker even wat doen voor Nederland, zoals ik net al zei. Ik ga dan mijn online les in. En dan daarna heb ik een tussenuur. En zo, ik ga nu nog even ook wat extra pols maken. Ik had al even gisteren wat opgeschreven wat voor pols ik ongeveer allemaal vandaag wil gaan doen. Dus die ga ik ook alvast nog even maken, zodat ik die straks al op kan zetten. Dus ik ga gewoon even laten zien hoe ik dat doe. En dat doe ik altijd met de app Canva. Dat is ook een website. En hier maak ik ook altijd mijn thumbnails mee. Kijk, hier zo heb ik nu even alle stories staan. En ook al mijn thumbnails. En banner en alles maak ik allemaal met Canva. Nou, hoe je dat doet, je gaat gewoon... Ik maak hier een Instagram story. En dan doe ik een lege. Dan kan je hier allemaal schablonen kiezen. Ook hele leuk en zo. Maar ik ga altijd gewoon voor lege. Ik maak altijd zelf mijn dingen. Dus ik ga nu naar uploads. Bij uploads kan je zelf je foto's uploaden vanuit je fotobibliotheek. En dan kies ik nu deze foto. Voeg toe. En dit is namelijk een foto van een broodje carpaccio die ik ooit een keer heb gemaakt. Dat ik even opgeslagen van mijn... Snapchat herinneringen. Oh, dit is trouwens een video omdat het een gifje is. Maar met de foto doe je hetzelfde. Die ga ik even bijsnijden, want het yummy mag er van mij wel af. En dan maak je dit gewoon een beetje naar de grootte die je zelf wil. Dus als je op het plusje drukt, kan je hier ook allemaal dingen die je kan toevoegen. Dus allemaal elementen kan je toevoegen. Je kan ook allemaal foto's die ze al hebben toevoegen. Kijk, dat zijn bijvoorbeeld ook altijd de Polaroids die ik gebruik voor mijn banner en alles. Komt ook allemaal hier vandaan. Dat vind ik zo fijn eraan. En als ik op plusje druk, kan je bijvoorbeeld ook gewoon tekst toevoegen. Een titel toevoegen. En dat doe ik ook heel vaak met schaduw. Kijk, dan ga je hier zo naar onderin. Naar effecten. Schaduw toevoegen. Dan doen we de transparantie naar 100. Dus dat die gewoon zichtbaar is. En dan doen we de kleur even een ander kleurtje. Nou, dit keer doen we even wit of iets. En dan heb je dus een, nu is de achtergrond wit, dus dan zie je het niet zo goed. En zo kan je gewoon heel erg makkelijk alles een beetje ontwerpen met al die schablonen en andere effecten en zo. En dat is eigenlijk hoe ik mijn stories maak, dat ook wel veel leuk om te vertellen. Ik zal zo even laten zien hoe deze is geworden en dan ga ik hem zo plaatsen. Dit is de story geworden, ik heb hem eigenlijk best wel simpel gelaten. De achtergrond doe ik ook altijd zo'n ruitjespapiertje, die komt ook origineel uit Canva zelf. En dan ga je gewoon naar delen. En dan sla je hem gewoon op als PNG of JPG. Dat maakt me zoveel uit. Downloaden. Nou, dan staat hij als het goed is nu. Kijk, dan staat hij nu in mijn filmrol. En deze ga ik nu in mijn story zetten. Dus gaan we even naar Instagram. Even naar het plusje. Kijk, dit heb ik dus ook allemaal gemaakt met Canva. En dan doen we die even erin zetten. Bolletje toevoegen. En dan gaat hij zo in mijn story. Broodje. Carpaccio. Schrijf je dat zo? Ja. En dan, wat is de ander? Broodje carpaccio, ham, kaas, croissant. Nou, mijn online les begint nu ook over 5 minuten. Ik heb dus nu zo biologie. Dat kunnen jullie natuurlijk niet bepalen, want ik moet gewoon mijn lessen in. Jullie hebben zelf ervoor gekozen om mijn schooldag te kiezen. Dus dan moet ik ook gewoon school hebben. Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. Ik zou zo wel van bio filmen. Dat ze zich ondergronds of in het materiaal waarin ze leven verspreiden via dingen die hyfen heten. Die hyfen die laten enzymen los zodat zij voedsel kunnen krijgen uit het spul waar zij van leven. Nou, er zijn ontzettend veel gisten. Nou, ik heb op dit moment tussenuur en ik had dus even op Instagram gevraagd wat ik moest doen. Of ik moest gaan editen, dus of ik mag op YouTube gaan kijken. Dus we gaan even kijken wat de uitkomst daarvan is geworden. Even koekeloeren. Even alles weer doorskippen, want het zijn er inmiddels zoveel. Even kijken. Oh. YouTube kijken met 54% is het gewonnen. Oké, dan gaan we dat doen. Lekker op YouTube. Ik ben even de vlog van Tesca aan het kijken.
En ik heb even wat eten gepakt. Even wat smurfjes. Dat vind ik lekker van die Haribo kindermix dingen. En dit is, vind ik ook echt lekker. Dit is zo'n Liga koek ding. Echt eigenlijk wel voor kleine kinderen. Maar ik vind het nog steeds heel lekker. Dan oefenen we eventjes met een opdracht. Dan zal ik je laten zien hoe dat in die laatste zin zit. Maar probeer maar eens op dat je er zelf Nederlands van kunt maken. Oké, ik zit nu dus in Engels. Dit is mijn laatste lesje voor de pauze. Maar ik heb de 800 abonnees gehaald. Allemaal heel erg bedankt. Love naar jullie. Ik vind het echt heel erg leuk. De werkwoorden hate, love en prefer. Dus haten, liefhebben of houden van. En prefer is voorkeur hebben voor. Daarbij is het, als je een infinitive gebruikt, dan is het erg specifiek. Nou, Engels is afgelopen. Dat betekent dat ik nu ga lunchen. En ik had natuurlijk net al die poll in mijn Instagram gezet. En de uitslag daarvan is volgens mij dat broodje carpaccio heeft gewonnen. Dat zal ik wel hier weer in beeld zetten. Net als bij alles. Dus dat gaan we nu lekker maken. Het is niet precies zoals op de foto, want we hebben nu wat andere broodjes. Ik heb nu gewoon witte pistoletjes volgens mij. Maar wel gewoon echt nog steeds heel erg lekker. Nou, voor lunch heb ik dus even een broodje carpaccio gemaakt. Er zit dus truffelmayonaise op, rosbief, peper, zout, rucola en pijnboompitjes. En ik heb nog maar een broodje gemaakt, want ik had echt trek. Dus dit is broodje nummer 2 en die is precies hetzelfde. Film je af. Oké. Oh, het begint met regenen. Oké. Leuk om te weten. Inmiddels heb ik de uitslag van de poll van of we gaan afspreken met ik met Lopke. En daar is uitgekomen 77% heeft ja gestemd. Dus we gaan zo meteen afspreken. Zij komt zo na onze Nederlandse toets kom naar mij toe. Want ja, zij moet de toets ook inhalen. Want zij was immer met mij in contact gekomen toen ik corona had. Dus zij moesten ook in quarantaine. En daarom moeten we allebei de toets inhalen met heel veel anderen uit mijn klas. Want we hadden 4 of 5 coronagevallen in onze klas. We hadden gewoon 1 boom daar. Ik heb waarschijnlijk ook corona gekregen van 1 van de andere kinderen uit mijn klas. Dat even terzijde. Nu heb ik nog even een poll geplaatst op Instagram wat we moeten gaan doen. Dus ik heb wat zullen we gaan doen. Ik kies er straks 2 uit van. Kijk, dus zo'n vragensticker dat je daar iets kan invullen. En ik ga daar... Oké, de camera was even uitgevallen, want de geurkaart was vol. Ik heb net even wat dingetjes verwijderd die echt al van heel lang geleden waren. Misschien horen jullie mijn vader trouwens op de achtergrond, want die is hier aan het praten. Want die is gewoon aan het werk, die moet gewoon vergaderen voor zijn werk. Wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, ik had dus zo'n vragensticker in mijn story gezet waarin jullie konden schrijven wat we moeten gaan doen. En dan dus had ik hier, wat zullen we gaan doen? Ik kies er 2 en daar mogen jullie op gaan stemmen. Dus dan ga ik straks nog een poll maken van 2 dingen die ik wel leuk vond, wat we moeten gaan doen. Dat. Oké, ik heb dus nu even snel tussenuur. Ga ik nog even Nederlands leren. Dan heb ik zo meteen mijn Nederlands toets. En na die toets gaan we dus afspreken. En dan gaan we bepalen wat het gaat worden. Dus let's go leren. Want we hebben ook nog school. Even op mijn stoel verplaatsen. Mijn boek erbij en let's go. Nou, mijn Nederlands toets zit erop. Hij ging best wel goed. Nu ga ik dus zo afspreken met Lopke. En we gaan zo even... Lopke komt er nu aan. Heeft ze net geappt. We gaan zo even met de 2 kijken welke we het leukste vonden van alle dingen die zijn ingestuurd. Er zijn er best wel veel. En dan gaan we daar even een keuze van maken. En die gaan we nog even in de poll zetten dan. En ook nog even een dingetje. Net appte een meisje uit mijn klas dat het cijfer van maatschappij erop staat. En dat is mijn PTA. Dus het telt mee voor mijn examen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vond hem namelijk niet heel goed gaan. Maar ja, met dat soort dingen weet ik het gewoon nooit zo goed. Dus ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig. We gaan gewoon kijken. Cijfers. Oké, ik laat eerst mijn reacties zien en dan het cijfer. 5,5. Niet geweldig, maar... Oké. Ja, ik vond het ook niet heel goed gaan. Het is voldoende. Even kijken hoeveel ik nu gemiddeld sta. En we hebben 4 maatschappijleertoetsen en 1 opdracht. En die tellen dus allemaal 20% mee voor mijn examen. En eentje van de 4 toetsen mag ik aan het eind van het jaar nog herkansen. Dus stel, dit is mijn laagste cijfer. Dan ga ik hem gewoon herkansen en proberen naar een 6 of een 6,5 te halen.
Nou, Lopke is er inmiddels. We hebben 2 pols gekozen. 1 voor cakepops maken. En de ander of we gingen wandelen. Want er waren ook veel sportdingen eigenlijk uitgekozen. Maar we hadden allebei echt totaal geen zin in. Dus wij hebben uiteindelijk toch nog wel een beetje voorkeur en inbreng erin. Maar de meerderheid was dat we cakepops gaan maken. Dus we gaan nu zoveel naar het Albert Heijn voor wat ingrediënten kopen. En we hebben net even een spelletje gedaan. Terwijl we moesten wachten op de uitkomst van de pols. Ook hebben we nog een poll geplaatst of ik bij Lopke mag eten. Want ze had gevraagd naar moeder. Dat is wel gezellig. Dus misschien mag ik bij Lopke blijven eten. Ik hoop het eigenlijk wel. En anders dan ga ik gewoon thuis eten. En we gaan dus nu even naar de Albert Heijn om ingrediënten te halen. Nou, we zijn bij de Albert Heijn. En natuurlijk ben ik weer een mondkapje vergeten. Lopke is er nu één kopen binnen. Want die heeft wel een mondkapje. Heel handig. Nou, we zijn er bij de Appie geweest en we hebben dus dit gekocht voor de cakepops. We gaan dus die cake verkruimelen met dan mousse er doorheen. En dan dippen we dat in gesmolten wit chocola. En dan doen we ook nog wat Oreo's door de cake heen en een beetje bovenop. En dit zijn de stokjes daarvoor. We hebben de cake verkruimeld en de mousse er een beetje doorheen gedaan. En nu hebben we nog wat stukjes Oreo door de cake. En dan gaan we er zo wat bolletjes van maken. En dat moet volgens mij dan even in de koelkast. En dan gaan we dat zo dippen in chocola. Nou, inmiddels is het 8:50, alweer een tijdje later. Ik heb eigenlijk niet gefilmd bij Lopke, maar ik heb dus bij Lopke gegeten. Dat had ik ook gevraagd in een poll. Nee, dat had ik volgens mij nog niet gezegd, of al wel. In ieder geval hadden we gewoon heel leuk de cakepops gemaakt. En toen ben ik gewoon naar Lopke gegaan, hebben we daar lekker gegeten, even een stukje van de Voice gekeken. En natuurlijk moest ik voor 9:00 weer terug zijn, vanwege de avondklok. Dus ik was 8:50 thuis en nu ga ik nog heel even een polder opzetten wat ik nu vanavond moet gaan doen of wat ik moet gaan kijken. Dus of ik de Voice of Holland moet gaan kijken of een film slash serie op Netflix. Mijn ouders zijn beneden een film aan het kijken, dus ik ga lekker denk ik in het bed van mijn ouders liggen. En daar even een filmpje kijken, want ze hebben ook gewoon tv op hun kamer. Dus dat ga ik denk ik doen en dan ga ik nog alleen even vragen wat ik moet gaan kijken. En dan is eigenlijk mijn dag ook alweer bijna voorbij. Oké, ik ben op Netflix en ik denk dat ik Undercover seizoen 2 ga beginnen. Ik heb namelijk seizoen 1 gekeken. Maar toen ben ik daarna gestopt. Want ik dacht, ja, ik heb even zin in iets anders. Maar nu vind ik het wel leuk om weer verder te kijken. Dus dat ga ik doen. Lekker de eerste aflevering kijken. Limburg is het Colombia van de XTC. Mevrouw de procureur, ik heb uw hulp nodig. Ik heb het over een grootschalig georganiseerde bende. Ik heb net een aflevering van Undercover gekeken. En inmiddels is het 11:15. Ik ga nu slapen. Ik ben best wel moe. Ik vond het echt heel erg leuk dat jullie allemaal mijn dag hebben bepaald. En vond je deze video ook nog leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Ik zou het ook echt heel erg leuk vinden om als je zou willen abonneren. Want we gaan echt nu zo snel richting de 1000. Vandaag heb ik er ook alweer meer dan 20 bij gekregen volgens mij. Abonnees. Dus echt allemaal heel erg bedankt voor het abonneren nogmaals. En ja, dit was dan de video. Dus ik hoop dat je het leuk vond. En bedankt voor het kijken. Doei!